We doen vandaag weer een keertje Fortnite en ik heb al heel lang geen skin meer gekocht in Fortnite. Ja, ik speel niet zo vaak, dus dan vind ik het ook een beetje onnodig om mijn geld uit te geven. Maar ik vond er op dit moment best wel een grappige skin tussen zitten, namelijk deze. Ik vond deze echt geniaal, gewoon taco's. Ja, ik weet niet. Ik vond hem gewoon erg nice, dus deze skin gaan we kopen. Ik heb genoeg V-Bucks, dus we gaan even kijken of we win kunnen halen met de nieuwe skin. Zou toch wel even vet zijn als dat gaat lukken. We gaan hem meteen dragen. Volgens mij is hij nu inderdaad meteen geactiveerd. Dus dat is mooi. En dan gaan we dus hiermee eventjes spelen. Ja. Dit ziet er toch niet uit. Maar als jullie zin in we hebben in deze video, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes is denk ik wel veel op een Fortnite video. Maar het zou wel super tof zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. Maar ik zal vast op play drukken. Ik doe trouwens zero build. Dus dan hoef je niet te bouwen. Vind ik persoonlijk chillen. Dus dan heb ik misschien iets grotere kans om te winnen. Ik denk het nog steeds. Maar we gaan erachter komen. Oké, we gaan even nieuwe gebieden ontdekken. Ik ben hier linksboven in de map nog helemaal niet geweest. Dus we gaan eventjes die kant op. Ja, dan gaan we eens kijken of ik via hier dan even win kan halen. Ik zie dat daar wel wat gebouwen zijn. Dus dan gaan we daar even heen. Ik wil er natuurlijk wel voor zorgen dat we wat wapens hebben aan het begin. En dat we iedereen kapot kunnen gaan schieten. Ja, het is al denk ik wel een jaar geleden dat ik een win heb gehaald. Maar misschien gaat het nu in deze video gebeuren. Nou ja, en sowieso als iedereen mijn enorm coole outfit ziet, dan durft niemand mij aan te vallen. Dat is één ding wat zeker is. Hier is een kist. Yes. Dan kunnen we deze even openen. Ik ben hier trouwens wel eens geweest, volgens mijn vorige update. Het komt me wel een beetje bekend voor in ieder geval. Oh, nou, ja, het komt me wel inderdaad een beetje bekend voor. Volgens mij was dit vroeger ook al hier. Daar is iemand. We gaan hem pakken. Hier, komt u maar. Hoezo heeft hij meteen shield? We gaan even dit wapen pakken. Waar ben jij ondertussen? Hier, komt u. Hoppa! Eén kill, let's go! We hebben hier trouwens ook nog minis. Dus dat is ook wel chill. Dan hebben we meteen wat shield erbij. Gaan we die even meteen innemen. Hebben 50 shield. We gaan als een raket. Ik voel het gewoon aan alles. Dit potje gaan we winnen. We gaan iedereen kapot schieten. Deze even meenemen. En volgens mij kan je dan sneller vooruit. Dus dan hier kaboom. Oh, dat ging niet goed. En hoe moet je dit dan doen? Ik heb geen idee hoe dit werkt. Ik heb er niet zoveel aan. Maar ik speel eigenlijk gewoon te weinig Fortnite om dit soort dingen allemaal te onthouden wat alles precies is. Zo. Maar ik vind het altijd wel leuk om gewoon weer eventjes te spelen. En even kijken of ik dat kan winnen. Er is hier een betere shotgun, dus dan gaan we die eventjes pakken. Op zoek naar de allerbeste wapens. Dat moet ik gewoon hebben. Oh, en ook nog een full shield. Ik zal die even dicht doen. Dan gaan we die natuurlijk ook eventjes pakken. En dan hebben we gewoon 100 shield. Dus dat is ook mooi. Ik moet trouwens zo meteen nog wel een stukje lopen. Nou, lopen. Ik kan natuurlijk ook gewoon lekker een stukje gaan rijden. Wat voor wapen is dit? Volgens mij is dit ook wel prima wat ik nu heb. Of is dit hetzelfde wapen? Nee, het is wel net anders deze. Kunnen we... Ja, weet je wat? Ik ga deze proberen. Ik heb altijd een beetje dezelfde. Wat heb je hierin? Oh, dan kan je even stoppen. Lol. Dat wist ik niet eens. Oh, dat is vet. Misschien is het handig om gewoon aan het eind ergens dan heel lang te verstoppen en kijken of ik dat kan overleven. Het ziet er allemaal wel net wat anders uit of zo. Het is allemaal net wat anders dan wat het eerst was. Ik doe wel voor deze sniper. Ja. Ik wil die shields eigenlijk houden. En snipers gebruik ik bijna namelijk nooit. Kijk, donders. Wat is dit dan weer? Wat kan je? Kan je hier alles kapot mee zagen? Ik vind dit wel vet. Oh, dat gaat nog vet lang door. Of kan je... Oh, daar kan je mee schieten. Oh, lol. Kaboom. Oh, dat is echt druk. Oké, weet je wat? Ik ga dit haar wapen gewoon houden. Hoe moeten we dit dan doen? Dan doe ik deze even voor mijn shotgun. Ik denk dat dit al beter is. Ik vind dat wel echt baas, dat wapen. Waarschijnlijk ga ik hem niet gebruiken, maar hij ziet er wel gewoon nice uit. Ik zal trouwens nu even een vrachtwagen pakken. Hier is een mooie vrachtwagen. En dan gaan we dan eventjes richting de cirkel rijden. Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat we niet in de storm komen zometeen. Hier, ik rij je kapot. Kaboom. Ja, dat is geen echte speler. Nee, dus daar hoeven we niet verder op te letten. Let's go. Ik ga iedereen kapot rijden met mijn vrachtwagen. Dat heb ik wel eens vroeger gedaan in video's. Nou, vroeger. Een tijd geleden. Dat vond ik wel geniaal. Gewoon iedereen kapot rijden in de vrachtwagen. En er gewoon niet uitgaan. We hebben volgens mij... Ja, we hebben nog genoeg benzine. Dus dat is ook wel chill. Ja, ik zie daar iemand lopen. Daar in de verte zag ik iemand. Ik zie diegene alleen nu. Jawel. Ik zie diegene. Oké, we gaan er naartoe. En dan gaan we eens kijken of we diegene dood kunnen rijden. Dan ga ik niet de vrachtwagen uit. Het is natuurlijk ook een mooie shield erbij. Hij liep hier ergens. Ik denk dat hij nu aan de andere kant van de bult is. Ja. Daar is diegene.
Kom maar jongen, ik rij je kapot. Kom hier, Oké, je kan niks, kaboom. Oh, dat is weer jammer, hè. Kaboom. Oh, hij zit er ook in. We zitten met z'n tweeën in de vrachtwagen. Oké, ja, wat moeten we nu, hè? Het is nu eens... Oké, we zijn buddies. We zijn nu vrienden geworden. Oké, dan ben ik benieuwd of we dan samen deze game kunnen winnen. Ik moet trouwens wel rustig aan doen, want de benzine is al bijna voor de helft op. Dus dat is weer wat minder. Maar ik ga even op zoek naar andere mensen. Oh, er werd gelopen, Oké, we gaan eens kijken of we die kunnen doodrijden. Hier, kom hier. Kom op! Had ik hem aangereden? Ja, ik had hem aangereden. Waar is hij ondertussen? Oh, hij is ondertussen daar. Oh, ga je me schieten dan? Kaboom! Oh, nee. Oké, mijn vrachtwagen mag niet kapot. Volgens mij is mijn maatje er nu uitgegaan. Zijn ze nu met elkaar aan het vechten? Volgens mij wel. Ja, ze zijn met elkaar aan het vechten. Wil je er weer in? Je mag er weer in. Dat is mijn maatje volgens mij hier. Hier, wil je er weer in? Nee, hij gaat weg. Ah, dat is jammer. We waren net zulke maten en dan nu ga je weg. Ja, ik ben weer ziek teleurgesteld. En dan maak je me nog kapot ook nog. Ik vind het niet lief. Oké, we gaan eruit. Oké, dan moeten we nu even kijken of we diegene dan kunnen pakken. Als jij zo tegen ons gaat doen, ja, dan heb je oorlog. Waar is diegene nu? Oh, die is daar. Even kijken of we die kunnen pakken. Even hits. Gewoon even die auto kapot maken. Kijk, als jij irritant doet... Oh, er is nu ook nog een vrachtwagen achteraan. Oh, daar is diegene. Die was daar helemaal niet. We moeten hier even zorgen dat we die gaan killen. Die was helemaal niet in die auto net. Pak even deze. Waar is die? Hoppa! Ja, dan moet je mij maar niet backsteppen, jongen. Oké, top. Dat is mooi. Dan kunnen we een grote shield zo meteen ook nog nemen. Dit is een shotgun. Die zou ik voor deze gaan doen. Ja, dit is wel een lijpwapen volgens mij. En deze is ook beter. Ja, dan hebben we nu wel zieke wapens hoor. Dit is wel nice. Oké. En we hebben ook vet veel kogels. Dat is ook niet normaal. Ik ga trouwens even een grote shield in nemen. Dat doe ik even binnen. Maar we zitten in de top 30 en we hebben 2 kills. Dus ik vind het tot nu toe goed gaan. Oh, daar komt iemand aan. Daar is iemand op de motorscooter. We gaan kijken of we die kunnen pakken. Dat zou mooi zijn. Even pakken. Oh, even laden. Oké. Nee, die zat helemaal niet op een motor. Nee, dat was een wild zwijn of zo. Oké, je moet weer even oppassen. En dan weer wat hits doen op afstand. Ja, dat waren een paar mooie hits. Oké, dit gaat goed. Eens kijken of ik diegene kan pakken. Even ander wapen erbij. Oh nee. Oké, moet hier overheen. En dan, waar is diegene? Zit die nu hierin? Ja, die zit er nu in. Waar is diegene? Oh, die gaat nu over dit muur. Oké, moet hier ook heen. Wat is dit nou weer? Oké, daar is die. Come on, hoppa! Let's go. Ik had trouwens verkeerde wapens. Ik heb nu 2 wapens voor dichtbij. Dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dus ik moet eventjes terug naar die plek waar ik die wapen net dropte. Want ik heb nu 2 wapens voor dichtbij en geen 1 voor middenafstand. Dus dat is een beetje dom. Nou, dan doe ik de shotgun toch maar weer weg. Dan doe ik weer dit wapen voor in de plaats. Oké, dat is prima. Maar we hebben 3 kills. We gaan eens kijken of we dit potje kunnen gaan winnen. Tot nu toe gaat het prima. Ik ga trouwens weer rondrijden in de vrachtwagen. Dan gaan we daarin rondskeuren. En deze zit nog helemaal vol qua benzine. Dus dat is wel nice. Oké, dan gaan we nu kijken. Oeh, daar wordt geschoten. Of we iemand kunnen pakken met mijn vrachtwagen. Waar is diegene? Daar wordt geschoten. Ik zie daar iets op de grond liggen. Zou dat dan hier zijn? Dan ben ik wel buiten de cirkel. Dus dat is dan wel een nadeel. Maar ja, in een vrachtwagen kan je ook weer snel terug natuurlijk. Nee, hier is helemaal niemand. Waar werd geschoten dan? Ja, ik zag dat er nu achter mij geschoten wordt. Nou, weet je wat? Ik laat het maar. Ik ga gewoon richting de cirkel weer. Ik heb ook geen zin om in de storm te komen. Dus we gaan nu gewoon deze kant op. En ik word van achteren nu beschoten. Ja, daar is diegene. Maar die zit in de storm. Nou ja, die laat ik eventjes. Ik ga gewoon weer richting het midden. En dan ga ik daar op zoek naar iemand. Donders, volgens mij ben ik hier ook nog helemaal nooit geweest. Dit komt mij niet heel bekend voor. Dit is eigenlijk niet zo handig trein voor een vrachtwagen. Het is een beetje krap hier allemaal. Maar er werd daar geschoten. Er werd hier geschoten. Gaan we eens kijken of we diegene kunnen vinden. Ik vind het trouwens altijd wel irritant als het donker is. Dan zie je gewoon zo slecht. En dat is altijd wel irritant. Ja, hier is diegene. Ah, daar kan je niet doorheen rijden. Dus dat is jammer. Hier komt u maar. Boom! Ja, en nu is hij hier in de achteren gejumpt. Ja, die kreeg ook nog fall damage. Dus we kunnen die misschien killen. Dat zou mooi zijn. Hier, ik ga hem pakken. Let me op. Die heeft niet veel HP meer. Dat kan niet anders. Oké, weet je wat? Ik ga er wel uit. Waar is diegene nu?
Hier is diegene. Oh, nu moet ik trouwens dit wapen even pakken. Even zorgen dat ik wat damage doe. Ja, top, 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 top. Hebben we weer een kill gemaakt. Dus dat is hartstikke mooi. Oejo, dit wapen is ziek. Die wil ik hebben. Ja, dit is wel echt nice. Ik moet eigenlijk weer even een full shield innemen. Maar dan ga ik eventjes iets verstoppen. Ga ik eventjes hier zitten. En dan kan ik die kleine shields kan ik dan meenemen zo meteen. Die liggen daar zo. Dus dan pakken we die nog eventjes. En yes, top. En dan ga ik nu... die pakken. Ja, oké, top. Dan zijn er weer twee. Dan hebben we weer ietsjes erbij. We hebben 4 kills. En er zijn nog 14 mensen over. Dus tot nu toe gaat het goed. Mijn vrachtwagen is alleen wel een beetje kapot. Maar check hoe vet dit eruit ziet, man. Ik ben hier echt nog niet eerder geweest. Dit ziet er voor mij helemaal nieuw uit. Ja, maar wel erg nice. Oké, er wordt hier ergens geschoten. Hier wordt ergens geschoten. We gaan eens kijken. Oh, daar zie ik. Daar. We gaan even kijken of ik die met de sniper kan hebben. Dat zou mooi zijn. Oh, ik raakte hem wel. Ik raakte hem wel. Ik raakte hem wel. Hier nog eentje. Oh, deze heeft meerdere kogels. Dat is wel nice. Even kijken of we deze nu kunnen pakken hier. Even kijken. Oh, daar is gewoon nog iemand boven. Nee! Oké, we gaan even achter deze bus staan. Volgens mij zitten we trouwens zo meteen in de gif. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Komen ze hier nu omhoog? Nee, ik weet niet waar ze nu precies zijn. Maar we zitten in ieder geval hoog. We zitten in ieder geval hoog. Dus dat is wel echt nice. We zitten bijna in de top 10, maar dan moet ik dit nog even overleven. Dus hopelijk gaat dat lukken. Hoppa! Hoppa, hoppa. Oh, donders. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Ik heb geen zin om nu aangevallen te worden door een wolf. Stomme wolf, dat kost me weer HP. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Daar wordt ergens geschoten. Oh, dan moet ik even oppassen. Hier, even kijken of we die kunnen pakken. Dat zou mooi zijn. Nee! 90 geworden. Oh, ja, 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 ja. Dat is dan wel weer jammer. Maar op zich was het wel een leuk potje. Ik vond de skin echt nice. De game was gewoon leuk. Alleen ja, uiteindelijk niet eens geworden. We zijn wel in de top 10 gekomen. Dat dan weer wel. Maar ja, ik laat het erbij voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmeurig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En er komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!